het rustig dorpje Paterswolde heeft er een oude vrouw heel raar gedaan. Toen ze 's morgens vroeg de straat op holde, had ze helemaal geen kleren aan. En die vrouw uit Paterswolde, die zo na de straat op holde, en een buurman die het zag lachte zich krom, want hij dacht dat mens komt nooit weer om. Na een poosje was zij al in Eelde, van het harde lopen helemaal bezweet. En een veldwachter die zich verveelde, pakte toen dat naakte vrouwtje beet. En die veldwachter die brulde dat hij op straat zoiets niet dulde, want hij vond dat ja een groot schandaal. Maar het oude mens dat ging weer aan de haal. O, wat keek die veldwachter verwonderd. Hij kleedde zich uit en ging haar achterna. En hij riep, zeg als je mij verdondert, heus dat grapje komt je duur te staan. En die veldwachter die holde achter die vrouw uit Paterswolde, want hij had het echt op haar gemunt. En hij riep, ik krijg je wel voor. Op de put stond een agent uit Haren, en die pakte toen het tweetal bij de nek, en hij bracht ze naar de stichting van Zuid-Laren, want hij dacht, die twee zijn stapelgek. In de speel.